verder dan hij zijn ze nauwelijks geweest in Rotterdam. En daarom maakten wij graag gebruik van zijn uitnodiging. We gingen op bezoek bij de tovenaar van Tata Vanya, Jozef Kieplitsch. Hallo, welkom in Tata Vanya, welkom in huis. Jozef, goed je weer te zien. Ben ik blij, jullie zijn hier. Dankjewel. Veel mensen wilden weten, wat zijn nou de mooiste momenten van Jozef geweest in Rotterdam? In de mooiste vind ik de feeling van Feyenoordstadion. Voor mij was heel belangrijk. En de stadion en de atmosfeer. Dat is samen. Dat is samen? Dat is samen. Oké, maar de atmosfeer die wordt gemaakt door de supporters, zeg maar. Dus ja. Dan is een tweede plaats. De supporters en de Feyenoordstadion is één. Is één? Is één. Oké, het is onafscheidelijk. Feyenoord fans hebben waanzinnig van jou genoten. Nog steeds is Jozef, het is altijd Jozef. Maar je hebt zelf een trots op. Daar mag je best wel trots op zijn, inderdaad. Ja. Daar mag je best wel trots op zijn. Het is een heel bijzondere relatie die jullie hebben. Maar het is weer van twee kanten. Jij bent zelf ook eigenlijk verliefd geworden op Feyenoord. Nog steeds een beetje. Natuurlijk. Ja. En er kwam eigenlijk een moment dat Feyenoord echt heel erg slecht was. Sorry dat ik het zeg, maar dat was zo met Pim Verbeek. Ja, de eerste jaar was niet zo goed. Dat was erg slecht, maar daarna kwam Wim Jansen en Van Hanegem. En daarna kwam bovenaan de ploeg. Rustvoel krijgt Gal daarbij. Kieplitsch, goed gedaan. Heel knap neemt hij daar Veenhoff in de maling. En nu op weg naar zijn grote succes in IPO. Ja hoor, prima afgemaakt. Een schitterende actie daar bijna op de eigen helft. En dan mag hij genieten van al die juichende mensen daar tegenover zich. In Rotterdam is niemand doet dit. Okay, en dat is gewone mensen. En jouw vader was een mijnwerker, hè? Ja. Ja, dus jij hebt ook wel, en Rotterdam is ook een werkstad, dus dat gevoel, ja, herken je daar zo. Mm-hmm. Wat was je slechtste moment in Rotterdam? Niet gebeurd. Slechtste is niet. Mis je Feyenoord nog? Natuurlijk. Ja? Is dus... Mijn voetbalcarrière, yeah, dat was de 6 jaar de best. Dat maakt niet uit, ik was in Mexico, WK, maar deze 6 jaar is de mooiste. Maar ook als mens, hè? Niet alleen als voetballer. Ja. Doet je pijn? Want je bent weggegaan en eigenlijk nooit meer echt teruggekomen. Nou, pijn, ja. Natuurlijk wel. Als ik heb deze 6 jaar was de best. Ja. Maar een afscheidswedstrijd. Afscheidswedstrijd. Gebeurt. Dat was heel erg mooi. Dat was de bekerfinale. Bekerfinale. Ja. Ik 5 minuten gespeeld. Ja. Maar dat was genoeg. Maar Jozef. Dat was geen afscheidswedstrijd. Dat werd een afscheidswedstrijd, hè, die bekerfinale. Mm-hmm. Dat was Feyenoord-Volendam. Dat was afscheidswedstrijd van de supporters. Echt. Het was heel raar, want het was een bekerfinale, het ging om de beker, maar het hele stadion liep alleen maar te gillen, Jozef. Maar toch, op de schouders, ja, op de schouders de kuip uit. Heel bijzonder moment. Het is Daniel en dit is David. Dit is de kamer van David. Dit is Daniel. Misschien die kleine is goed genoeg voor Feyenoord. Echt waar? Krijg je een gratis tip? Eén keer moet kijken. Dus dan krijgen we een nieuwe Kieplitsch in de Kuip. Dat vind ik de best, dit leukste moment weer. Ja? Als dit zal gebeuren. We hoorden dat jij je hoogste trainersdiploma hebt gehaald. Ja, ik had de pro-licentie. Nou, kom eens terug naar Varkenoord, Jozef. Hey. Oké. Ja? Ja? Als je vragen, kom je? Denk ik wel. Je bent zelf niet iemand die dat gaat vragen, hè? Nee. Heb je nooit iemand gebeld zo van, zou ik niet kunnen? Als van David ga ik ook zeker. Oké, moet David meekomen. Nou, we gaan het voorleggen en dan kijken hoe het afloopt. Okay. Nu gaan we in het stadion. Ja, ja, stadion. En daarna gaan we in een barretje. Ja. Hier is de grote Jozef begonnen. Ja.
FC Tatabánya. FC Tatabánya. Nu derde divisie, maar toen hoogste divisie? Toen hoogste divisie, ja. En je ouders woonden, waar woonden je ouders? Die woonden hier in de buurt? Ongeveer twee kilometer van hier. En dan ging je met bussie, ging je zo hier naartoe? Ja. En met bussie. Ja. En hier gedebuteerd? En ook gestopt, hè, volgens mij. De laatste wedstrijden. Heb je nou hier net zo'n gevoel als bij de Kuip? Nee. De Feyenoord staat hier iets anders, nee? Dus Kuip is tikkie anders inderdaad. Laten we snel weg gaan, Joost. Drama. Jozef, Tatabánya. Hier begint het? Hier begint het. En hier eindigt het ook. Was de liefde zo groot voor Tatabánya? Is dat wat jij hoort? Dat is mijn stad. Elke zomer heel veel Feyenoord supporters komt hier naartoe. Ja, dat is heel erg mooi. Nou, Tatabánya is denk ik komende zomer toeristenstad nummer 1 in Rotterdam. Meer Jozef Kieprits en andere prachtige verhalen vind je in onze Feyenoord special.